Uh-oh. Dang, what the fuck? Oh! Zo, jongens en meisjes, kijk eens eventjes. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag is het helemaal bedekt met sneeuw. En dan gaan we natuurlijk leuke dingen doen. We hebben een slee meegenomen en ik weet dat Gio in Schorrel. Ik weet dat Gio in Schorrel is. Dat is een half uurtje rijden. Daar zijn ook duinen, dus dan gaan we daar lekker heen. En ja, dit wordt wel een dingetje. 400 pk. Gelukkig X-Drive, maar wel met sneeuw. Dus ik ben benieuwd of we gaan aankomen. Maar we gaan nu eerst eventjes kloten en dan zien we wel hoe de dag loopt. Maar let's go. Oké, ik heb echt je hele auto al weer vies gemaakt met sneeuw. Ja, nu al. Hé, maar dit gaat best goed of niet? Tot nu toe nog wel. Maar ik geef ook nauwelijks gas. Ik heb gelukkig nog winterbanden, hè. Ik weet nog dat ik met Gio samen winterbanden ging regelen. En toen zei Gio nog van, ja joh, het is toch niet nodig, joh. Het is toch veel te... Het sneeuwt toch nooit in Nederland. Nee. Zou ik remmen? Ja, prima. Oké, let's go! Let's go! Weet je hoor. Ik heb nu vol gas, hè. Ik had niet vol gas. Ja, maar je wielen die spinnen echt alle kanten op. Zeg maar, alle pk's die van de auto komt, die worden hier niet eens gebruikt. Nee, klopt. Holy shit, dat zijn ze. Kijk eens wie daar komen aanlopen. We hebben het gehaald. We hebben het gered. Dat lijkt me een pingwing. Hey! Heb je het koud? Nee hoor. Jij ziet er echt uit als zo'n sneeuwpoppetje. Zo'n rode jas, helemaal ingepakt. Maar ik wil nog een trui aan, want ik heb net... Gio is nergens op voorbereid. Wij zijn nu in Schorrel en in Schorrel heb je een hele grote duin. Het heet de Klimduin volgens mij. We hebben 3 sleetjes meegenomen. Eentje met van die kontsleetjes alleen. En nog echt een hele goede slee. Dus we gaan straks lekker sleeën. En ik weet zeker, er gaat sowieso weer iets fout of zo. Want ik ben een Mogol, Ruben is een Mogol, Gio is een Mogol, Jaren is een Mogol. Oftewel, dit kan leuk aflopen. We hebben de slees mee en we gaan nu naar de Klimduin. Alleen ik heb het nu al echt fucking koud. Mijn handschoenen werken niet. En ik vind die vloggers ook zo irritant over. Ik ben ook gevlogen. Oh, je bent ook heen. Oké, nou, dan is het goed. Ja jongens, we lopen nu in de Alpen. Dit is dus de Klimduin. Alleen wat jammer is dat het niet helemaal vol met sneeuw ligt. Het is meer een soort van bevroren zand. Als het maar glijdt. Jay, daar gaan we. Jay, je moet sturen. Je moet sturen. Hoe stuur je? Kijk, met die dingen. Als je aan dat eentje trekt, dan ga je naar links. Nou, dat werkt dus niet. Nee, laat me eerst sturen. Hey, oké, we hebben dus een plek gevonden waar iedereen aan het slee is en daar in de verte gaat Ruben nu het hoekje om. Oh, we hebben ook nog deze. Ik weet niet of dit gaat werken. Ik zag net niet hoe die... Dat die eigenlijk... Gio ging trouwens daar echt vol dingen. Oh, joh! Maat, je kan niet sturen met het kutding. Nee, de camera gaat kallen. Holy shit, oh mijn knie. Oh, die pijn. Kallen. Jij ging ook wel lekker, hè? Ja. Poging 2, let's go. Oh. Daar gaan we. Je kan zo niet sturen meer. Even sneeuw in mijn nek. Jongens, geen aanrader. Als je een bocht hebt, niet met dit sleetje. Zo. Oké, nu gaat Ruben op de snelle slee. Ik ga even beneden staan. En dan ga ik filmen als je voorbij komt. Oh mijn god, er staan daar beneden ook zoveel mensen. Die staan daar allemaal, hebben ze een schans gebouwd. En het is echt zo'n gezellige boel. Uh-oh. Zo, dat ging maar niet goed. Wacht. Uh-oh.
Zoals jullie net zagen, was ik heel onschuldig gewoon een filmpje aan het maken van mensen die in een treintje met allemaal sleetjes achter elkaar naar beneden gingen. En er zat eens zo'n guy, stond heel onschuldig zo'n biertje te drinken. Zo echt zo van, oh ja, wat een leuke slee zeg. En opeens bam, werd hij gewoon gevloerd. Ik zag het gewoon niet aankomen. Ik ga hem eventjes in slow-mo zetten, komt-ie. Holy shit. Wat zei je? Hij kwam ook echt in zijn rug, toch? Ja, hij werd met zijn voeten... Hij stond zo, hij ging echt zo achterover. Hij werd gewoon met zijn voeten weggegleden gewoon. Nog één hellingje. Nog een kleine helling. Zo. Ja, gaat nog. We gaan nog. Je kan niet sturen als je een camera aan je hand hebt. Oh. Oh, fuck. Fuck. Oh. Oh. Fuck. Ah. Ja, wow! Ah. Oké, okay, wat we gaan doen? Ik ga een keer op dit ding staan, dus als een soort van slowboard. Kijk, wat gaat lukken. Holy shit. Dan moet ik meerennen. Oké. Okay. Nou, als het zo door blijft gaan, dan sta ik nog wel even. Kijk jongens, dit noem je dus extreme sport. Doe dat vooral thuis ook niet na. Het is gevaarlijk. En als je zou vallen, dan kun je jezelf heel erg bezeren. Maar ik spreek jullie de volgende keer. Oké, okay, ik had dus verwacht dat iets spannender en iets sneller zou gaan. Maar het viel best wel tegen. Kijk jongens, hoe grappig dit eruit ziet. Mijn camera is dus beslagen, maar precies op de plek waar Ruben zit, is het niet beslagen. Komt dat er goed uit? Goed hè? Zo, ik heb lekker zomerse sokjes aangetrokken. Heerlijk. Met een ananas erop. En wat heb jij? Ik heb geen sokje aangetrokken. Oh, ja. Laat eens even zien. Ruben heeft ook een heerlijke blaar. Ja, zielig hè? Ja, dat zorgt ervoor dat je nu geen geld meer verdient met je video. Zo, we gaan eventjes met de man op stap. We gaan nu gaat het echt gebeuren. We gaan eventjes naar de auto's en we gaan een plekje opzoeken waar we een beetje kunnen proberen te driften en een beetje gek kunnen doen met de auto's. Maar wel inderdaad een open plek, niet op de weg, want dan... Oh echt, ik wil het op de snelweg gaan doen. Ja, maar dan misschien raak je een paaltje dan. Ik weet niet of dat heel fijn is. Het is niet lekker, nee. Maar goed, even een plekje zoeken waar we kunnen driften en dan gaan we even kijken of we leuke dingen kunnen doen. Maar gewoon om zijn as heen. Hij blijft maar draaien. Het werkt echt hartstikke goed. Hé, hey, hoezo werkt het bij jou niet zo lekker dan? Oh, ik ben niet zo goed, hè, man. Hij is te bang. Ja, ik ben echt bang. Nee, laat zien dan. Kijk hem erbij staan dan. IJspegels. IJspegels aan de auto en zo. Ik zei net ook al, dit is waarschijnlijk niet ideaal voor de auto, maar het is wel eventjes leuk. Niet te veel doen. Kijk, daar wordt ook allemaal gekkigheid gedaan. Wat een geluid, hé. Oh. Maar we gaan weer terug naar het huisje. Oh, zo, ik heb mijn zwembroek aan, want we hebben een meertje gevonden. En we gaan in dat meertje gaan we zwemmen. Even niet vloggen, man. Even niet vloggen, gewoon. Nee, ik ben echt klaar met die... Hoezo heb jij geen broek aan? Omdat ik aan jou... Ja. Hé, hey, Vincent. Je hebt één taak. Kan je voor mij een zwembroek meenemen? Ja, tuurlijk. Doe ik. Ik stuur dat nog op WhatsApp. En wat doet Vincent? Hey. Helemaal geen zwembroek. Sorry. Nee, je gaat ballentik doen. Ik ken het te goed hiervoor. Ah! Nee jongens, we gaan helemaal niet zwemmen buiten. Dat zou natuurlijk een beetje gek zijn. Nee, we gaan in de hot tub. Die hot tub. Zo, wij gaan er weer vandoor. Alleen we hebben echt veel te veel spullen meegenomen, waardoor we het allemaal niet gaan redden. Er ligt nog een slee. Waar is die andere slee dan? Waar is die rode slee? Die voor. Oh. Nou, wij gaan er weer vandoor. Niet te gek doen. Hoezo? Ik ben alleen. Nou, hey, doe je hè?
Holy shit, jongens. Het is nog steeds echt aan het stormen gewoon. Ik heb mijn tas trouwens op de slee gelegd. Veel handiger. Maar wij gaan naar huis. De auto staat weer en we zijn weer veilig thuis. Jongens, meisjes, dames en heren. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb echt een hele leuke dag gehad met allemaal rare dingen. We gingen driften, sleeën en lekker chillen in het huisje bij Gio daar. Dus ik heb echt een topdag gehad. Ik hoop ook dat jullie het een leuke video vonden. Dus vonden jullie het een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.